ongelooflijk. Ik krijg gewoon ineens een pakket opgestuurd. Ik krijg nooit een pakket opgestuurd. Dankjewel, Pussy Shop. Nu voel ik me super speciaal. Al zo bedankt, want ik moest opstaan voor de pakketjes, meneer. Nu ben ik eindelijk mijn bed uit. En het lukte me niet om mijn bed uit te komen. Dus thanks, Pussy Shop. Door jullie ben ik opgestaan vandaag. Benner, je bent in de vlog. Oh my god, in de vlog. Je bent ook in de vlog. Je bent alweer in de vlog. Jij ook. Jullie zijn allemaal in de vlog. Oh, jar in de vlog. Maan is met de rug in de vlog. Oh my god, zo vergroend. Willen jullie een shout-out doen naar jezelf? Shout-out naar mezelf. Mag niet. Ik sta nu in het Excite kantoor. We gaan nu foto's maken voor de campagne die ik ga doen. Ik heb het gewoon weer voor elkaar gekregen om mijn auto erin te fixen. Sorry, ik vlogde helemaal door je verhaal heen. Deze vet, Sophie. Wil jij mij nog één keer de definitie van lid uitleggen met deze ananas om je nek? Nee, dat is het ding. Lid is de afkorting van Lipton Ice Tea. En daar kwam ik dus pas net af. Ja, kijk eens. Wow! Dat is sowieso awkward. Productie gaat jullie even aan het werk. We zijn hier nu in een park. We gaan nu een sekstape opnemen. Nee, just kidding. We zijn nu bezig met de tekst. En jullie staan met een aantal dingen aan supergoed. Het... Ja, gaat het goed? Ja, gaat supergoed. Oké, okay, gelukkig. Als ik snel praat moet je het zeggen, hè? Want dat gebeurt nog wel eens. Ik ben al weg! Zal ik gewoon, één zeggen? Eén, ga naar de... Ja, precies. Laten we in beeld komen, weet je wel. Wat moet je precies doen? Jasper, vertel eens even dat verhaal over... Oh, sorry. Jasper. Hoe moet je dat doen? Vertel even dat verhaal over die alcohol die je verstopt hebt. Oh ja, maar dan gaat iedereen het doen. Nou, niemand weet toch wat die plek is? Ja, maar dat is geheim, want volgend jaar gaat iedereen het doen. Oké, ik heb drank begraven op open air. Maar ik zeg niet het schrijven. Ja? Of ik kan ook. Ja? Ja, natuurlijk heel goed. Nee, ik doe wel. Zet jezelf op aanwezig op de eventpage en meld je squad aan. Nee, dat was... Nee, alleen Zesta. Alleen en check wie je squad is. Zet jezelf op aanwezig op de eventpage. Oké. Okay. Oh, jij valt eruit. Oh, sorry, excuus. Ja? Ja. Zo, wat heb jij een mooie donut. Love it. Dit is echt, maar moet je dit nou elke dag af? Ja, elke dag. Oh, dat is wel goed voor je cardio. Dan heb je dat wel gelijk met geld. Gelijk als je gaat lunchen, klant. Ja, ze zorgen wel goed voor. Volgens mij heb je gelijk. Dan Excite. Ja. Vertel eens even wat. Ik zal wel even vertellen. Jouw vlog? Ja, inderdaad. Ik ben nu nog steeds. Video pas 1, Fonkers Instagram account. Ah, oké. Jullie maken dat ik denk dat ik hem nu ga aankondigen. Ik denk dat ik hem nu ga zeggen wat er nu gaat komen, wat ze nu gaan zien. Namelijk de promo van. Nee, dat is. Oh, dit kan echt niet. Wat jullie nu gaan zien, ik ben nu nog steeds op het hoofdkantoor van Excite. We hebben net dus promo's geschoten. Voor de. Opgegroeid met die camera. We hebben dus promo's geschoten. Dat hebben we dus net gefilmd. Hij was erbij, heeft het voor mij gevlogd. Het is heel cool. Want zeg maar, ja, ik kende deze boys dan wel. Maar Maan, die heb ik vandaag ontmoet. Maar fucking leuke chick ook. En het is net alsof we al vet lang vrienden zijn. Twijfel, hoor. Wil je dat nog één keer zeggen? Ik ben een kutwijf. Oh, talk dirty to me. Yo, de Let's Go Squad is terug. En hoe? We mogen namelijk nog een squad gelukkig maken met speciale weekendtickets voor Amsterdam Open Air. Wat je dus krijgt zijn eigen tickets, 4 tickets wel te verstaan, een eigen lodge en een speciale party bij de Tea Room, waar wij ook te gast zijn. Wat jij moet doen om al dit moois te winnen is jezelf aanwezig zetten op de eventpage, een foto delen met jouw squad. En dat is het. Dat is het enige dat je moet doen. Dus hopelijk zien we je daar. Ciao! Hé, maar jongens, hoe was die rooftop party waarvan ik dacht dat ik niet was uitgenodigd, maar toch wel? Hoe vet is dit? Mensen zijn hier helemaal leeg gegaan. Het feest was aan. Ja, het feest was lit. Zijn er nog chockerende dingen gebeurd? Daar kunnen we niet over praten. Wie heb jij gepijpt op de wc, Jesper? Sophie, ja, maar ik mag jou dan zogenaamd niet vloggen, maar in die videoclip, misschien verliefd, zit je ook half in Britse poenanana met je gezicht. Goedemorgen, lieve vlogvrienden. Welkom in mijn leven. Jullie maken zijn getuigen van een situatie. Namelijk overgekookte fucking Brita in mijn magnetron. Helemaal gestoord. Zoals ik net al zei, ben ik natuurlijk de broertjes niet. Dus ik sta hier met mijn visco-doekje om dit gewoon even schoon te maken. Hey, weet je wat het ding met print altijd is? Dat is hartstikke lekker. Nee, je moet er gewoon niet naar kijken, want het ziet eruit als kot. Ik sta nu op het punt om weg te gaan. Ik heb even geen make-up op, want ik heb een fotoshoot.
nu, zometeen, over een half uur. Dus dan moet ik natuurlijk geen make-up doen, want dat ga zij nog fixen. Mijn hele huis, hier liggen allemaal kleding, allemaal zooi. Dit ga ik meenemen. Ik moest even mijn eigen kleding meenemen. Het wordt vandaag ook echt fucking warm. Ik ben echt excited. Ik ga nu even mijn, ja, ik heb echt mijn droogshampoo op. Mijn haar is een beetje vettig. Dus als ik die heb gevonden, dan ga ik een Uber bestellen en dan weg. Dit is trouwens wat ik aan heb. Lekker naakt. Maar ja, het mag, want het wordt 30 graden. Ik kan hier van helemaal goed. Oeps. Ik heb precies tegen die Achillespees. Geer-Janne, back in it again. Oh, met de regie. Ja, ja. Wat is dat? Turbo. Oké, ik ga het proberen. Ja? Stel jezelf even voor de vlog. Hoi, ik ben Glenn. Ik ben echt heel blij met mijn make-up. Thank you. Ik denk dat ik vanavond maar gewoon de deur uit moet doen. Want, zo mooi heb ik het zelf nooit gekregen. Ik ben aangekleed. Ze zijn nu nog bezig met opnames. Ik heb iets aan waar ik me normaal nooit in zou vertonen, maar... Wat moet ik zeggen? Iets. Ja, iets over je hysterische rolschaatsen. Oh, ja. Hoe kom je eraan? Die zijn niet van jou. Ja, ik ben hartstikke aan. Stel je al aan. Ik ben altijd... Love it. Nee, ik moest op rolschaatsen, schat. Ja. Niet? Hoezo niet? Waarom zou die mantel stofzuigen? Ja, dit is de ravage die jij gemaakt. Hoe is dat geworden, die shots, uiteindelijk? Nou, dat is echt horror. Want die kan niet rolschaatsen. Dus het staat echt verlul. Uiteindelijk wordt het weg. Wordt het leuk, rolschaatsen? Ja. Maar rolschaatsen is toch juist echt de shit? Ik kan je rolschaatsen. Ik kan heel goed skileren. Maar rolschaatsen met vier wieltjes, toch? Ja, dat kan ik ook niet. Ik ben bang om te vallen. Ja. Hallo. Wij gaan nu even foto's maken voor een heel belangrijk, spannend, geheim project dat ik niet op ga vertellen. Ik ben hier met heel veel gezellige mensen. Met Fred op de foto. Mijn gezicht wordt nog even bijgewerkt. Het is star now. Ja. It's all about me today. Stars born. Jij. Ik was al lang, geboren. Ik had je vader kunnen wezen, wist je dat? Nou, dat wordt wel leuk. Peter. Oké, ik ben de vader. Ik ben niet alleen Fred, maar ik ben ook je vader. Hoe vind je deze vader-dochter dan? Dus heb je tot nu toe nog maar eens zin? Ik vind het leuk. Ze hebben banden gesmeten. Ja, gesmeten? Ja, ze hebben banden gesmeten. Ja, autobanden gesmeten. En die is deze vrouw die elke keer van links naar binnen komt. Het shot op moet lopen. Ik ben weer thuis van foto's maken. Het was echt... slopend, maar wel leuk. Zometeen komt derde hier. En dan gaan we de stad in, want we gaan even wat eten. Mijn haar zit echt zo fabuleus. Ik moet het echt even kammen. Look who's here. My supermodel best friend. Hello. Stel jezelf even voor, want mijn kijkers kennen jou nog niet. Hallo internetvrienden. Dit is derdere. Derde kan fucking goed kickboksen, dus hou je bek over iets. Als je iets onaardig zegt, dan komt ze je opzoeken. Derde wil sowieso niet dat ik dit zeg, maar derde heeft de beste billen van... De beste billen... Je ziet het niet in dit licht. Oh my god, derdejaarsma. Maar train je nou nog veel? Of is dit gewoon... Gast, ik span me... Ik span de doodje. Maar dat doe je gewoon tijdens je training? Nee, ik heb naast ook nog. Oh my god, ik moet dit ook gaan doen. Derde, je kan dit. Je kan dit. Woe. Oké, evaluatiegesprek. Hoe smaakt het? Naar kip waarschijnlijk. Lukt het? Persoon. Mag je het wel, vind ik, kickbox trainer?